Bij de nieuwe update van Illustrator is er de Global Edit bijgekomen. Met Global Edit kun je eigenlijk je leven aangenamer maken. We bekijken het even. Je kent het wel, je hebt een leuk object getekend en je wil dit doorheen je artwork gaan gebruiken op verschillende artboards binnen je document. En je wil het eigenlijk als repetitief element laten terugkomen. Dus je gaat aan de slag. Je kopieert, roteert, verschaalt, positioneert, reflecteert en je maakt eigenlijk een compositie waar je mee verder wil werken. En als je eenmaal die compositie gemaakt hebt, bedenk je plots van, misschien is dit toch niet. Mijn objectje mist een beetje kleur. Tot voor kort was het dan eigenlijk de enige mogelijkheid om ofwel alle instanties individueel doorheen je opmaak te gaan aanpassen, wat tijdrovend is en foutgevoelig, ofwel één objectje aan te passen en alles opnieuw te gaan positioneren binnen je opmaak. Dat is nu verleden tijd. Je selecteert één object. En in het Properties paneel ga je naar de Start Global Edit functie. Wat zie je als je het object aanklikt? Illustrator weet welke de kopieën van dit object zijn. Bij deze selectie heb je verschillende mogelijkheden. Je kan kiezen om te matchen op appearance, op grootte. Dus in dit geval selecteert hij enkel de instanties van dezelfde grootte. Of je kan selecteren op welke artboards het artwork zich bevindt. Kiezen we bijvoorbeeld enkel voor de portrait, dan zal je zien, omdat deze overlapt, dat hij enkel de instanties kiest die op het staande artboard zich bevinden, of we kiezen om te selecteren doorheen alle artboards. Heb je ook instanties op het canvas buiten de artboard staan, kun je met dit vinkje eigenlijk ook de objecten die zich hier buiten bevinden gaan selecteren. Ik maak er eentje bij. Dus in dit geval kan ik ervoor kiezen om deze erbij te nemen of niet. Dus hoe werkt dit nu? In isolation mode kun je wijzigingen aanbrengen op een van de objecten. Als je tevreden bent, ga je terug uit isolation mode en in no time updaten alle afgeleide instanties zich naar de wijzigingen die je hebt aangebracht. Zo is je leven weer een beetje eenvoudiger geworden en kun je sneller je artwork tot een goed eindresultaat brengen.